De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft voor de 51ste keer haar Dies Natalis gehouden. Dit gebeurde in de Centrumkerk. Het thema van de Dies Natalis was kwalitatief goed academisch onderwijs. Ontwikkelingen op de ADECUS. Erik Jacdeu, voorzitter van het ADECUS bestuur, haalde bij zijn verslag van het jaar 2018-2019 aan dat de financiële situatie van de universiteit niet gezond is. Hij zei dat het bestuur problemen heeft met de bedrijfsvoering. De universiteit dient jaarlijks ter verkrijging van subsidie dus een begroting in bij het ministerie. Helaas krijgen we nooit 100% van dat bedrag. En hebben we problemen dus, of krijgen we problemen met de bedrijfsvoering. In hoofdlijnen komt eigenlijk het tekort op neer dat wij structureel geld tekort hebben voor operationele zaken. En omdat we structureel een tekort hebben voor operationele zaken, is het continu een uitdaging voor het bestuur om de universiteit draaiende te houden. Jacdeu zei dat het nieuw bestuur in 2016 een bepaalde financiële situatie heeft aangetroffen. Samen met een nieuwe directie is er orde op zaken gesteld. Zo zijn er wijzigingen gekomen in de financiële bedrijfsvoering. Met trots kan ik aangeven dat we op het gebied van finance en control de volgende resultaten hebben kunnen boeken. Invulling van de nieuwe financiële structuur op het bureau. Een analyse van de financiële situatie en een directe sanering van de vele bankrekeningen. Het afbetalen van de kortlopende schulden. Je moet begrijpen dat ik toen als waarnemend algemeen directeur geconfronteerd werd met een situatie waarbij diverse rekeningen vanaf het jaar 2016 in 2018 nog niet waren betaald. We hebben voorts laatstelijk nog de bouwschulden betaald. We hebben stopgezet de problematiek van de voorgeschoten middelen. En ik schaam me om te praten over de voorgeschoten middelen. Wat zijn de voorgeschoten middelen? Zijn de voorschotten die diverse medewerkers van de universiteit in de loop der jaren hebben gehad. En die post was opgelopen tot 3 miljoen. En we kunnen die post niet afschrijven omdat de mensen gewoon geen kwitanties hebben ingeleverd. Aldus Erik Jacdeu, voorzitter van het ADECUS bestuur. Hij zei gisteren bij de Dies Natalis dat het voorschottenprobleem in 2018 is opgelost.